En de 11e editie van de Moravian Teachers Day is vanmorgen afgesloten. Deze activiteit wordt elke vakantie georganiseerd door de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname. De Teachers Day is gisteren begonnen met verschillende workshops. Het thema van deze tweedaagse workshop was EBGS Onderwijs inspireert en verrijkt. En het doel is om leerkrachten toe te rusten om kwalitatief goed EBGS onderwijs te kunnen verzorgen. Dit zegt Mildred Demon, directeur van de stichting. Zij benadrukt dat dit thema voor alle scholen geldt. Maar eigenlijk is het Surinaams onderwijs inspireert en verrijkt. En daarvoor doen we het, want we nodigen ook onze leerkrachten van collegascholen uit, van de FIBOS en van openbaar. En ze mogen allemaal meekomen en dit jaar doen ook leerkrachten uit Aruba mee. Ja. Ja, MTD gaat ook internationaal. Dus dat betekent echt van, de inhoud is geweldig. Bent u zelf tevreden over de opkomst van de leerkrachten? Oh, weet u, dat mag altijd beter. Het is altijd een strijd, discussie. Waarom in de vakantie? Als we het niet in de vakantie doen, dan zouden we naar tijdens schooltijden. Maar dat betekent dat je effectieve lesuren kwijtraakt. Mildred Lampe, algemeen directeur van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba, SPCOA, heeft samen met de schoolleiders van de scholen aangesloten bij deze organisatie, de Moravian Teachers Day, bijgewoond. Zij geeft aan dat zijn ervaring rijker is, want de onderwijsproblemen van Suriname komen overeen met die van Aruba. En het was voor ons heel positief. We hebben verschillende workshops bezocht en we hebben ook kunnen netwerken met collega's van hier, van de verschillende schooltypes. En dat was voor ons heel interessant. Heel veel dingen die wij ook thuis meemaken. Onderwijs blijft onderwijs, kinderen blijven kinderen, maar ook hebben we geleerd hoe het anders kan en ook met succes. Okay. En waarom heeft u er dan voor gekozen om af te reizen, om dit dan mee te maken? Het begon een paar jaar geleden toen wij samenwerkten met de SEBG van hier voor wat betreft de methode LEVO, levensbeschouwing. We zochten naar iets voor onze jongeren in het voortgezet onderwijs. Dus het contact begon zo tussen een van onze directeuren, juffrouw Andrienne, en mevrouw Mildred. En vandaar begonnen de berichten van, ze hebben de Moravian Teachers Day en het zou leuk zijn als we zouden gaan. En toen kregen we toestemming van het bestuur om hier naartoe te komen. Dat was dus Mildred Lampe, algemeen directeur van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Aruba. We spraken haar bij de afsluiting van de 11e editie van de Moravian Teachers Day. Deze is gehouden op het SPI-complex.